Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier naast de nieuwe voorzitter van Breda Nu. Stel je even voor. Hans Poppelaars is de naam. Ik ben 37 jaar oud. Ik woon in Breda met mijn vriendin en twee kleine kindjes. Een meisje van 5 en een jongen van 6. Mijn roots liggen in Achtmaal. En ik heb gestudeerd in Tilburg bestuurlijke informatiekunde. Mm-hmm. En ben afgestudeerd in klantrelatiemanagement. Waar zouden we je van kunnen kennen hier in Breda? Nou, dat zou goed kunnen van NAC. Daar heb ik 11,5 jaar gewerkt. En voordat ik daar werkte, heb ik daar als vrijwilliger ook nog van alles gedaan en rondgelopen. Ik ben in mijn prille NAC-periode als hobby samen met wat mensen een website begonnen over NAC. Waar ik vervent mijn verhalen op los liet. Dus mensen die iets met NAC hebben, die zullen mijn naam ongetwijfeld kennen. Mensen die minder met NAC hebben, die zullen mij als een new kid on the block gaan leren kennen, hopelijk de komende periode. Nou, dat is een mooi bruggetje naar mijn vraag van waarom Breda Nu? Ja, daar heb ik me eerlijk gezegd in het begin ook een beetje afgevraagd, maar dat was vooral toen ik benaderd werd door het bestuur. Toen stelde ik mezelf eigenlijk de vraag van, joh, waarom ik? Waarom komen ze bij mij uit? En wat is het dan Breda Nu en hoe zit het in elkaar? Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken. En vanaf het moment dat ik eigenlijk mijn vragen allemaal gesteld heb en beantwoord heb gekregen. Ja, toen pas werd ik eigenlijk echt getriggerd. Dat ik dacht van, hey, ik kan met mijn competenties, met mijn achtergrond en met mijn karakter, kan ik hier denk ik een hele goede bijdrage leveren aan, aan het rijden en zeilen van Breda Nu. En heb je een idee voor die bijdrage? Wat zou je willen gaan doen? Nou, ik ben van huis uit marketeer met mijn specialisme in klantrelatiemanagement. Waar ik denk ik goed in ben is een vertaalslag maken van oké, wat is er in de hand in de wereld? Waar liggen behoeftes van mensen? En hoe kunnen bedrijven daar met producten in voorzien? Nou, ik heb wel gezien dat er van allerlei nu al vreselijk mooie dingen gebeuren bij Breda Nu. Maar ik kijk ook even naar mezelf gewoon als Bredanaar. Breda Nu heeft mij eigenlijk nog niet echt weten te raken. En dat is op zich bijzonder, want ik vind mezelf een behoorlijke nieuwsjunk. Alleen ik ben wel een aparte nieuwsjunk. Ik zoek het op en ik time het op momenten dat ik daar zin in heb. En dat ik wil dat het tot mij komt, zou ik maar zeggen. En ik ben minder, laten we zeggen, oldschool radio tv-kijker. Dus ik ben ook maar een profiel van een Bredanaar. Maar ik denk dat het goed is en daar kan ik aan bijdragen dat we profielen van mensen in kaart gaan brengen en proberen voor elk wat wils te bieden, dat iedereen eigenlijk mee profiteert van een toch wel hele unieke positie van Breda Nu. Ik hoorde ook iets crossmediaals, hè? Ja. Dus kijken wanneer dat je wil en luisteren wanneer dat je wil. Daar nog ervaring mee of daar nog ideeën over? Nou, daar heb ik zeker ideeën over. En ik had het net al over de unieke positie van Breda Nu. Dat ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen zich dat ook echt realiseert. Breda Nu biedt eigenlijk alleen maar relevant nieuws. Dat is op zich voor een medium al best wel bijzonder. Want elke Bredanaar wil denk ik weten in meer of mindere mate wat er in zijn achtertuin gebeurt. Nou, bij Breda Nu wordt het nieuws eigenlijk niet vervuild met niet relevante content. Daarnaast heeft Breda Nu denk ik als een van de heel weinige media hier in de buurt of in deze regio de beschikking over 3 kanalen. We hadden het er net al over, tv, radio en internet. Ik kan me eigenlijk in ieder geval in het speelveld waar Breda Nu zit, eigenlijk geen andere zenders of media bedenken die precies dat hebben. Dus de unieke content zonder vervuiling, zonder dat je moet doorscrollen of zappen voor niet relevant nieuws. En toch de 3 kanalen. Dus ik geloof daarin. Ik geloof ook dat met een handigere toepassing van die 3 kanalen, dat Breda Nu nog meer mensen weten raken. Ook mij, zonder dat ik gevraagd word om voorzitter te worden bij Breda Nu. Daar heb ik verschrikkelijk veel zin in, om in ieder geval mijn kennis en kunde op dat gebied en mijn ideeën daar met de mensen die er al zitten, goede dingen mee te gaan doen. Ja. Ja. Cultuur, entertainment, Breda is een evenementenstad. Heb je daar nog ideeën van hoe dat we dat zouden kunnen doen? Nou, ik ben best wel gekleurd zeg maar waar het Breda aan gaat. Ik vind mezelf een behoorlijke chauvinist met een hele sterke voorkeur voor sport. Daar ligt echt mijn interesse. Daar heb ik jarenlang gewerkt en tot op de dag van vandaag nog steeds. Maar ik kan ook heel erg genieten bijvoorbeeld van de verslaggever van Breda Nu van de Singeloop afgelopen weekend. Ik werd daar getipt. Uiteraard door medebestuur van, joh, je moet ook gewoon eens gaan verdiepen in wat we doen. Want ik ben dus eigenlijk redelijk blanco.
Ja, dat vind ik wel verschrikkelijk mooi hoe dat allemaal in beeld is gebracht. En dat ziet er gewoon echt professioneel uit. En het is eigenlijk jammer dat ik het, tenminste idee heb ik, dat daar zo weinig mensen van mee kunnen genieten. Of het in ieder geval niet doen. Dus het potentieel van Breda nu, ten opzichte van hetgeen wat aan kijkers wat nu bereikt wordt, denk ik is een wereld te winnen. En evenementen en cultuur, dat zijn dingen die denk ik elke Bredaner trots maken op zijn stad. Dus daar moeten we zeker wat mee gaan doen. Ja. Nou staat lokale tv en radio wat onder druk. Hè? De bezuinigingen vanuit Den Haag en dat soort dingen. Zie je daar nog een laten we zeggen, een pessimistische toekomstvisie op? Of zeg je van nou, dat kunnen we wel wat aan doen? Nou, het is wel iets waar ik me wel een beetje zorgen over maak. Waar we ook al over gesproken hebben in het traject, zeg maar, vlak voor dit moment. Daar ligt wel een uitdaging. Daar ligt een uitdaging. Maar ik schrik er niet van, omdat ik ben marketeer. En ik geloof in de propositie Breda nu ook, de zakelijke propositie. Ja. We hebben een heel duidelijk achterland, een heel duidelijk profiel. We gaan zorgen dat mensen gaan kijken en het op alle mogelijke manieren. Dus ook mogelijk maken om de content van Breda nu tot zich te nemen. En ik ben er dus van overtuigd dat we met een goed team ook daar bedrijven anders weten te binden. En wellicht opleidingen of nieuwe vrijwilligers. Ik geloof dat als de relevantie van Breda nu stijgt, dat we ook meer op eigen kracht moeten kunnen financieren. Uiteindelijk is geld belangrijk in wat je kan doen en wat je soms met tegenzin moet laten. En het zou niet goed zijn om alleen maar bij de pakken neer te zitten en subsidies wellicht te zien verdampen, al dan niet geheel of gedeeltelijk. We moeten zelf aan de bak en dat kan, want we hebben een goed verhaal.